Dames en heren, we moeten het hebben over censuur. Want wat jullie niet weten is dat ik in mijn vrije tijd trendwatcher ben. Neem bijvoorbeeld 2018, hè? Het einde van de avocado. Nee. Maar hij gaat weg van de boterham terug in de salade. Netflix is passé. Het probleem met Netflix, je weet niet hoe laat het begint. 5 voor 10, NPO 3, dat is duidelijk. Dat willen de mensen, snap je? Maar de grootste trend die ik zie voor 2018 is censuur. En je kent dat misschien wel van vroeger, hè? Dat je schreef... tijdens de economieles heeft meneer 2 uur lang zijn in de van Charlotte ge... En dat de schooldirecteur dan zei... Nee, Arjen, dat komt niet in de schoolkrant, godver... Nou, maar dat was dan nog de schoolkrant. Maar in sommige landen gebeuren dit soort dingen ook echt. De Turkse regering arresteert op grote schaal kritische journalisten. Bijna dagelijks worden in Turkije journalisten van hun bed gelicht en redacties gesloten op last van de regering van president Erdogan. Wauw, daar kan mijn schooldirecteur nog een aanzuigen. Maar oké, dat is dan Turkije. Maar bij ons in het Westen zie ik ook een censuurtrend. En we beginnen in Brussel. In dit gebouw zit de Europese organisatie EU versus desinformatie. Hier checken ze dus of reportages van journalisten niet besmet zijn geraakt met nepnieuws dat is ingestoken door Rusland. Ja, dit werd deze week bekend. In opdracht van de EU wordt Russische propaganda aangepakt en dat doen ze met deze website, EU versus desinfo. En op die website staat een lijst met bijna 4000 gevallen van desinformatie, waaronder berichten van 4 Nederlandse media die dus blijkbaar Russische propaganda verspreiden. Om welke media gaat dat? Die EU-werkgroep beschuldigde Radio 1, Geen Stijl, De Post Online en De Gelderlander van het verspreiden van nepnieuws. Ja, De Gelderlander! Spreekbuis van het Kremlin, ik wist het. Jullie schrikken ervan, maar kijk even mee. Gelderland ligt relatief extreem dicht bij Rusland. Gelderland is de grootste provincie. Rusland het grootste land. Rusland. Gelderland. Zwarte Zee. Zwarte Cross. Ede. Omsk. Allebei 3 A4 letters. En in dit geval ging het om een artikel waarin de Russische fabrikant van de Buk-raket zegt dat hij het Nederlandse MH17-onderzoek niet gelooft. En op zich klopt dat. Want die fabrikant gelooft dat inderdaad niet. Maar omdat er verder geen context bij stond, namelijk dat die man zich vergist, heeft de EU de Gelderlander aan de schandpaal genageld als desinformerende bron. En wauw, dat is wel heftig. Dus als ik nu op degelderlander.nl lees, Boemelburg kleurt rood en geel, dan denk ik, ja, dat kan dus ook gewoon paars of blauw zijn. Of ik lees, burgemeester leest voor in Herveld, ja, kan net zo goed Doetinchem zijn. Je weet het niet. Of Sint-Petersburg. En leest die man wel echt voor? Misschien improviseert hij maar wat op basis van de plaatjes. Hè? Zo heb ik zelf 2 studies afgerond. Dat is ook allemaal. Mijn punt is, je weet het niet meer bij de Gelderlander. Als dat hun echte naam is. Misschien heten ze wel de Brabander en bedienen ze al jaren stiekem de verkeerde provincie, omdat dat Poetin beter uitkomt. Dus, dat is dus onze eigen EU die volkomen ten onrechte een regionale krant in Nederland laat beschuldigen van desinformatie. En ook de andere claims over Nederlands nepnieuws bleken bij nadere inspectie nergens op te slaan. Gelukkig is er ook nog 1 Vandaag en die gingen verhaal halen bij de EU-perspolitie. 1 Vandaag zocht contact met EU versus Disinfo, maar de leden van het team mogen niet praten met de pers. Journalisten, jullie deugen niet. Hoezo niet? Laat ons met rust, man! Wat? Oké, dit is heel raar en dom. En het past dus in een trend. En die komt op mijn trendwatcherslijstje over censuur, EU versus Disinfo. De 2e aanwijzing voor censuur in het Westen heb ik gevonden in Duitsland. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, kurz NetzDG, is seit Jahresanfang in vollem Umfang in Kraft. Precies. De Netzwerkdurchsetzungsgesetz. In de volksmond ook wel de Netzwerkdurchsetzungsgesetz genoemd. Nou, mijn redactie heeft dat woord helemaal uitgelezen en het blijkt een soort censuurwet te zijn. Beleidigungen, Hasskommentare, Hetze.
Ab Sonntag müssen Facebook und andere Netzwerke offensichtlich rechtswidrige Inhalte löschen. Innerhalb von 24 Stunden. Tun sie das nicht, drohen Bußgelder von bis zu 50 Millionen Euro. Ja, Twitter, Facebook en alle andere social media zijn in Duitsland zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van illegale uitingen. Als ze die te lang laten staan, dan kunnen ze sinds 1 januari boetes krijgen tot 50 miljoen euro. En dat is zoveel geld dat het gevolg is dat Twitter niet alleen de illegale uitingen verwijdert, maar veel meer uit voorzorg, omdat ze bang zijn voor die boete. Stel dat de NS 50 miljoen euro boete zou krijgen voor elke trein die te laat is. Dan zouden ze met slecht weer helemaal geen treinen laten... Wat? Oké, verkeerd voorbeeld. Maar oké. En dat zie je dus ook met deze wet. Op Oudejaarsavond plaatste een Duitse politica deze tweet over verkrachtende moslimhordes. En een dag later, toen die wet was ingegaan, was hij verdwenen. En dan kun je nog denken, nou ja, dat was dus ook een stomme tweet. Maar toen maakte een satirisch tijdschrift een grap over die tweet. En die grap werd ook weggehaald. Dus als ik dit, wat ik nu zeg, over die grap, over die tweet, op de Duitse Twitter zou zetten, zou dat weer worden weggehaald. En dat gaat best wel ver. En dat je zegt, nog even die ene tweet. Nee, maar ik wil iets over die tweet. Nee, maar ik wil... Oké, knal iedereen maar af! Daar gaat het naartoe. En nou, de bedenker van deze wet, dat is Heiko Maas. Dat is de Duitse minister van Justitie. En wat hij misschien niet had kunnen bedenken, hij werd zelf slachtoffer van zijn wet. Want een oude tweet van hem, waarin hij een bekende schrijver een idioot noemde, is nu door Twitter verwijderd. En de minister die werd daarover ondervraagd door de hoofdredacteur van Dagblad Bild, waardoor de krankzinnige situatie ontstond dat de ministersvrijheid van meningsuiting, die hij zelf had beperkt, werd verdedigd door een journalist die ook nog eens heel erg op hem lijkt. Let op, de journalist zit rechts. En ik moet zeggen dat ik in politische wettbewerb om politische schlagabtausch idioot jetzt vielleicht nicht die feine englische Art finde, aber in keiner Weise unter Profipolitikern so beleidigend, dass ihre damals geäußerte Meinung 7 Jahre später dann gelöscht werden müsste. Meiner Meinung nach hat Twitter da auf fatale Weise in ihre Meinungsfreiheit, besonders im politischen Wettbewerb, eingegriffen. Ein Minister hat dus iets getweet, heeft daarna een wet gemaakt waardoor zijn tweet gecensureerd werd en nu is er een journalist die hem moet vertellen dat het geen goed idee was. Dus dat is zeker een trend voor op mijn censuurlijstje, de dubieuze wet in Duitsland. Voor de volgende trend gaan we naar Frankrijk. Des fausses nouvelles. Les fake news. Ben oui. Le fake news. Ook de Franse president Macron grijpt in. Hij wil in verkiezingstijd nepnieuws gaan censureren. En hij weet, als je een vervelende boodschap hebt, dan ga je rustig praten en neem je een pauze. En période électorale, sur les plateformes internet, les contenus n'auront plus tout à fait les mêmes règles. Een beetje anders. Macron die wil dat nepnieuws van internet kan worden verwijderd. Maar tuurlijk, maar wat is nepnieuws en wat niet? In plaats van dat de pers dat zelf uitzoekt, of de burger, zoals dat hoort in een democratie, moet nu de Franse overheid gaan bepalen wat de waarheid is. Dat plan van Macron dat kan dus ook op het censuurlijstje. Dus nou, we hebben nu Europa gehad, we hebben Duitsland gehad, we hebben Frankrijk gehad. En nu vraag je trendwatcher Arjen, is het nu klaar met die censuur? Dan zeg ik nee, want Europa wil meer. In plaats van dat ze leren van die mislukte website en zich niet meer bemoeien met de vrije pers, komt de EU met een high-level expert group tegen fake news. De voorzitter is de Nederlandse Madeleine de Kok-Buning met COCK. B-U-N-I-N-G. The good thing is we have an excellent high-level group where you see the diversity included in a high, high level. Wow, dat is echt een super high, high level group. Ik noem mezelf op de redactie nu ook senior comedy genius Lord Wizard King Arjen. Weten de mensen in ieder geval dat je niks hoeft te compenseren met je naam, zeg. Nou, en deze high-level expert group is nu bezig en komt dit voorjaar met een advies aan de Europese Commissie. Maar wat willen ze precies?
balance the freedom of information on the other, on the one hand, but on the other hand, the right to receive transparent, fact-checked and pluralistic information. Ja, dus zij zegt, hallo, hier de high-level overheid. Jullie hebben recht op door ons gefactcheckte high-level informatie van een high-level. Maar wij zeggen, hey, hi, overheid, dankjewel. Maar wij bepalen zelf wel waar we onze informatie vandaan halen, stomme met je buning. Maar, nou, de Gelderlander op de zwarte lijst. Macron met zijn enge plannen. Censuurwetten in Duitsland. De high-level group. Die trend in Europa gaat richting keiharde censuur. En kijk, nepnieuws bestaat. En dat is superkut. Maar als de overheid gaat bepalen wat waar is, dan krijg je Turkse toestanden. Ja, natuurlijk niet meteen, maar wat nou als wij in Europa allemaal wetten invoeren waarmee de overheid nepnieuws kan censureren? Dan kun je nog denken, oké, maar ik vertrouw de overheid, die maakt daar geen misbruik van. Maar wat dan als er iemand anders aan de macht komt? Iemand met een andere definitie van nepnieuws? Fake news, folks. Fake news. What's your message? Typical New York Times fake stories. Mr. Trump. Thank you very much. Ik denk dat de pers in Amerika heel blij is dat daar geen Europese wetten tegen nepnieuws bestaan. Dus weten jullie wat? Dit doet me denken aan 1984. Ja. 1984. Ik was toen net 5 en wij lazen op school het boek Animal Farm van George Orwell. Maar volgens mijn juf klopte dat boek niet, want er zitten pratende dieren in. En ik vond dat juist heel leerzaam, dat boek. Maar die juf die zei, hi, we gaan het een beetje anders doen. Je mag het wel lezen, maar het kost dan 50 miljoen euro, ja. En dat had ik toen nog niet. Nou, tot zover mijn trendwatch. Wat ik maar wil zeggen is, hou de censuurtrends in de gaten. Want gelukkig mogen we hier nog alles zeggen, behalve natuurlijk... Oh jee, we zijn alweer op het eind van het filmpje. Maar niet getreurd, je kunt je abonneren op mijn kanaal door me een brief te schrijven van 18 kantjes waarin je vraagt of je abonnee mag worden. Of gewoon door hier te klikken, kan ook. Meer zien? Ga naar npo3.nl/zondagmetlubach.